President Chandrika Prasad Santokhi heeft een weerzien gehad met de Nederlandse Baitagana muziekformatie, de Champs Brothers. De groep staat onder leiding van de broers Rainesh en Arnesh Dulari. Zij maakten op woensdag 30 maart hun opwachting op het kabinet van de president. Wij zijn van de muziekgroep The Champs Brothers van Nederland. We zijn een Baitagana groep, semi-classical. En wij spelen in Nederland op vele evenementen. Momenteel zijn we op vakantie in Suriname om wat optredens te geven voor Holy Pagwa. Hebben we ook gedaan. En vandaag waren we op bezoek bij de heer Chan Santokhi, president. Inmiddels bestaan we al langer dan 10 jaar. Vanaf kleins af aan zijn we al bezig met muziek. We kennen de president ook al heel lang. Inmiddels al 10 jaar geleden waren we ook al in Nederland voor campagne gaan optreden voor onze president. Vandaar dat we toevallig hier zo waren in Suriname en dat we dan contact hebben gezocht om opnieuw in contact te komen met onze president. Over onze muziekbevorderingen, dus wat we in de tussentijd allemaal gedaan hebben. Hij, we gewoon met elkaar gewoon even een praatje gehouden. Oh, hij vond het ook wel leuk om ons na zo'n lange tijd weer te zien. Want toen waren we klein, inmiddels het al, ik geloof 5 tot 7 jaar geleden. Dus het was wel leuk, eventjes. Ja. Ja, het was leuk, na zo'n lange tijd hebben we de president gezien. En toen we hem in Nederland zagen, was er nog geen president. En nu ja, het was gewoon echt was een leuke ontmoeting. Ja. Hij is nog steeds een grote fan van ons. In Nederland hebben we gespeeld op zijn verjaardag. Dus hij is zeker een grote fan van ons. Een van de grootste. Dit is eigenlijk al onze laatste week hier zo. We zijn inmiddels al een maandje hier zo. Dus alleen deze week nog. Het is mogelijk, ja. We hebben net wat gesprek gevoerd met onze president. En wellicht dat er nog een kans komt om hem weer te ontmoeten hier zo. Misschien binnen deze week nog.